Hallo, hij doet het gewoon opnieuw. Hendrik Groen, pseudoniem van Peter de Smet, creëert in rust en vreugd een nieuwe verhaalwereld volgens beproefd recept. Volgens een eigen recept wel te verstaan. De lezers, of beter gezegd de Hendrik Groen fans, hadden in het laatste dagboek afscheid kunnen nemen van de populaire bejaarden. En ze krijgen in dit boek, denk ik, een prima alternatief aangeboden. Wederom gaat het om een gesloten gemeenschap met oudere mensen. Iets minder oud dan de hoogbejaarde Groen trouwens. Het speelt zich af op een volkstuinvereniging. Zo'n plek waar iedereen een eigen tuintje heeft, waar een gedeelte van het jaar gewoond mag worden en waar de hoogte van de struik door de buurman nauwlettend in de gaten gehouden wordt. Er is een bestuur, er zijn regeltjes en aan het begin wordt er gesteld dat de regels er voornamelijk zijn voor de mens. Nou, en dan weet je het wel, er komt een strijd. Er is wederom een sympathiek hoofdpersonage en ditmaal is dat weduwe Emma, die het ingedutte en ingemetselde systeem vol overtuiging begint af te breken en een actiegroep start. Ook dat klinkt bekend. Wel heeft de schrijver voor een vertellersperspectief gekozen, waarbij de focalisatie af en toe naar een ander personage kan verschuiven. En deze afstandelijke stijl vind ik prettiger dan het toch wat oudbollige en vertragende ritme van een dagboek. Hendrik Groen fans zullen zich thuis voelen in dit boek. En eerlijk is eerlijk, Groen, of eigenlijk de Smet, verstaat de kunst om in een eenvoudige dialoog het nare karakter van mensen op een vermakelijke wijze neer te zetten. Wat dat betreft is dit een soort kinderboek. En dat bedoel ik niet negatief, maar er is duidelijk een empathie-eisende hoofdpersoon met een clubje vriendelijke helpers en fanatieke conservatieve slechterikken die de macht niet uit handen willen geven. Het boek drijft net als de dagboek op herkenbaarheid. Misschien beter gezegd is het vermeende of gewilde herkenbaarheid bij de lezer. Alhoewel de meeste van ons het gekibbel in een bestuur of bestuursvergaderingen vol gemopper wel in hun achterhoofd zullen hebben bij het lezen van dit boek. Er is een geweer dat volgens de wet van Tsjechov natuurlijk richting het einde toe af moet gaan. En er is een intertextueel grapje waarbij meneer Van Beek, de oudste tuinhuisbezitter van de vereniging, wordt vergeleken met die vriendelijke Hendrik Groen, het personage. Niet de schrijver en niet die uit het boek, maar die uit de tv-serie. En zo waan je je als lezer onderdeel van de kliek die tussen de heggen en de fuchsia staat te smoezelen en te theeleuten en die af en toe een wijntje achterover klokt. De tuin wordt bevolkt met stereotypen als de dronkenlap, de hulpbehoevende oude man, de simpele ziel, de bange echtgenote, de grofgebekte vrouw en de kluizenaar. Problematisch vind ik overigens wel het Turkse echtpaar. Dat was een soort geïmporteerd oriëntaals duo tussen de echte Hollanders staat te tuinieren. De schrijver gebruikt ze ook vooral voor dat culturele aspect als de allochtoon, als het slachtoffer van xenofobie, als succesnummer van de integratie op het moment dat ze kaaskoppige scheldwoorden gebruiken. En in elk hoofdstuk druipt de clichématige baklava achter de vrouw Mayra met haar hoofddoek aan. We hoeven verder geen alarm te slaan bij de woke-politie, maar dit gemakzuchtige beeld van multiculti leverde bij mij wel wat krommende tenen op. Misschien kan de Smet zich revancheren in een vervolg waar dit boek zich uitstekend voor leent, maar dat ik vermoedelijk aan mij voorbij zal laten gaan.